De mens met een beperking heeft haar financiële uitkering en koopkrachtversterking voor de maand november nog steeds niet ontvangen. Onze redactie sprak met Anil Kunchbihari, voorzitter van de stichting Wang Okasi. De beleidsmakers weten sinds jaar en dag dat er mensen met een beperking in Suriname zijn en toch wordt deze groep altijd links gelaten, meent de voorzitter. Kunchbihari legt er nadruk op dat de zorg voor een mens met een beperking voor een regering is. Nee, we hebben geen reactie gehad ten aanzien van overmaking van de financiële uitkering en de koopkrachtversterking. We hebben geen enkele reactie gehad. We hebben ook begrepen dat dit niet de eerste keer is dat jullie laat geld kregen. Dat is zo, het is al een paar maanden zo dat de doelgroep de financiële uitkering laat ontvangen. Normaal is het rond het is normaal 20 tot de 20ste. Maar tegenwoordig betaalt men rond de 26ste, 27ste. En ten aanzien van die koopkrachtversterking, dat is altijd gissen. Je weet maar nooit wanneer het overmaken. De voorzitter snapt niet dat de financiële uitkeringen niet op tijd worden overgemaakt. Net hoe de normale mensen vaste lasten hebben, zo hebben de mensen met een beperking onkosten waarvoor zij zelf moeten opdraaien. Het is gewoon verschrikkelijk. Men weet anders goed dat de doelgroep al moeilijk heeft. Het gaat hier om een doelgroep dat ver onder de armoedegrens ligt. Want als je de twee bedragen bij elkaar zet, komen op een bedrag van 4.200. Als je het zo verdeelt over de hele maand, praat over een bedrag van 140 SRD per dag, waarmee de mensen moeten leven. En daarmee moeten ze pampers kopen, thuiszorg betalen, eten, drinken. En ga zo maar door. Iemand met een beperking, die wegens zijn of haar beperking, extra onkosten en dan maakt het weer uit. Wat voor beperking je hebt. Hoe zwaarder die beperking, hoe meer onkosten dat de persoon moet maken. En dat nog bij in een periode waar alles duur is. Begrijp je dat? Begrijp je wel dat het behoorlijk aankomt bij de doelgroep. En ik heb het vaak over gehad, die geestelijke verwerking. Hoeveel mensen met een beperking kunnen hun beperking op zo'n wijze accepteren? Stichting Wang Okasi zal andere stappen ondernemen als het geld vandaag niet op de rekeningen staat van de mensen met een beperking. Kunchbihari zal de doelgroep oproepen om op eerste kerstdag te gaan protesteren tegen dit beleid.